Zo, we zijn alweer aan het opnemen voor het laatste deel van de bespreking van het infogram. Dus opnieuw, de link kun je hier vinden. Ik plaats de link ook in de omschrijving van het filmpje onderaan. We waren de vorige keer gestopt bij de focale lengte van uw lens. Dus dan hadden we het over telelenzen en groothoeklens. Het verschil tussen tele- en groothoeklenzen. Een 50 mm lens is voor 35 mm formaat. Dus eigenlijk... alles tussen 35 en 50 mm is eigenlijk een gezichtsveld wat overeenkomt met het, of min of meer overeenkomt voor 35 mm met het menselijk oog. Dus met wat de mens van gezichtsveld heeft. Als je dan naar, dus van belang hier is de grootte van je sensor, als je naar, of van je film, als je naar middenformaatcamera's gaat, dan is de standaardlens bijvoorbeeld een 80 mm lens. En dan zie je ook als je naar Hasselblad camera's kijkt. Dan zie je dat daar de standaardlens die meegeleverd wordt de 80 mm lens is. Terwijl een 80 mm lens voor een kleinbeeldformaat, zoals de 35 mm formaat, eigenlijk al een kleine telelens is, ideaal voor portretten. Hier zie je de grafische weergave, dus wat wijzigt, wat betekent focale lengte? Focale lengte is de afstand tussen uw filmoppervlak en uw focaal punt, dus waar dat uw beeldlijn en het licht eigenlijk samenkomt. Als die afstand groot is, dan krijg je een heel nauw veld. Dan krijg je een vergroting van... Dus dan krijg je maar zoiets te zien. Alsof je oogkleppen zou op hebben. Maar omdat dat op diezelfde 35 mm komt, lijkt dat een vergroting. Als je aan de andere kant een focaal punt hebt wat heel dicht bij je sensor ligt, dan spreken we van een groothoeklens, dan zie je heel veel van je beeld. En dat wordt allemaal samengezet op die 35 mm. Dus dan heb je een hele wijde weergave van de omgeving. Dus ideaal voor landschappen. Bijkomend, dus dan zie je hier ook crop factor. De crop factor is eigenlijk als we vertrekken van 35 mm formaat. Dan heb je camera's die zo gezegd full frame zijn. Waarbij dat de sensor even groot is of nagenoeg even groot is als 35 mm. Filmnegatief. Maar je hebt ook sensors die kleiner zijn. Zoals bij Nikon heb je naast FX, heb je wat fullframe is, heb je ook DX-formaat. En doordat die sensors iets kleiner zijn, ga je in feite ook je beeld gaan kroppen. Dat betekent, stel dat dat je oppervlakte is van je grote sensor, maar je sensor is maar dit formaat, dan ga je eigenlijk een uitsnede gaan maken, een krop gaan maken van je beeld. Dus op zich is een krop ook van belang. Dus het lijkt, het is vergelijkbaar met wat een compactcamera's digitale zoom betekent. Dus dan wordt er digitaal ingezoomd op uw beeld. Nu, wat is er van belang bij FX? Ja, sowieso bij 35 mm camera's heb je veel nauwere scherptediepte. Dus dat kan een voordeel zijn voor portretten en dergelijke meer. De sensors op zich zijn ook groter, wat dan weer interessant is voor als je graag opname maakt en weinig licht bijvoorbeeld. En zo zijn er tal van voordelen van grote formaten tegenover kleine formaten. Maar ook kleinere formaten hebben grote voordelen. Dus op zich, ik heb al een filmpje denk ik, over full frame tegenover crop sensor. Ik zal er sowieso in de toekomst ook nog wat filmpjes over maken. Maar op zich, deze afbeelding hier nu is ook ideaal om bijvoorbeeld het verschil tussen uw focale lengte te gaan uitleggen. Daarnet hadden we pak dat het uiteindelijke kader hier uw groothoek is, dan kan een telelens dat kleinere kader betekenen. Dus dat wil zeggen dat je inzoomt op iets. Maar dan optisch, omdat je met glas een nauwer beeld creëert. Dat betekent ook, wat is er nog van belang? Dus je hebt sowieso bij een groothoek heb je veel meer scherptediepte. En bij een telelens heb je juist minder scherptediepte. Maar het is ook zo dat bij een telelens, als je verschillende onderwerpen hebt in beeld, dan ga je die gaan samendrukken. Dus als je een foto wil nemen van een groep mensen, dan ga je die groep mensen gaan samendrukken. Terwijl als je dan gaan die dingen meer achter elkaar komen te staan. Dus het gaat moeilijker zijn om mensen naast elkaar in beeld te hebben. Als je daarentegen naar een groothoeknegatief gaat, dan ga je die mensen precies uiteen gaan trekken. Je kunt dat visualiseren door als je tussen twee muren staat. En je bekijkt dat door een telelens, dan zouden die muren
heel nauw lijken, bekijken die muren door een groothoek, dan lijken die meters ver uit elkaar te staan. Ook al staan die in werkelijkheid misschien maar een meter van één. Dus qua compositie, een van de eerste bepaalde factoren voor de compositie is aan de ene kant digitaal uw cropfactor, dus eventueel nabewerking, maar ook door sensor en dergelijke meer. Maar uiteraard ook de keuze van uw lens. Dus als je een telelens, een standaardlens of een groothoeklens gekozen hebt. Dus dat is de eerste bepalende factor voor compositie. En dan zijn er hier nog een aantal tips. Dus compositie, wat betekent compositie? Compositie is als je beeld hebt, jij maakt van de realiteit, daar maak je een kadertje van. En dan is het dan nu als fotograaf, is het om te kiezen door uw camera door uw camera te verplaatsen, krijg je telkens een nieuwe uitsnede van uw beeld. Maar ook door dichter te gaan, door verder te gaan, door zelf meer opzij te gaan, krijg je telkens opnieuw een herpositionering van alle elementen in beeld. En dan is dat nu als fotograaf om die positionering van die elementen zo interessant mogelijk te maken. En één tip hier om dat te doen, is de regel van 3. En dat, die regel betekent dat je hier, dat is nu wel een vierkant formaat, maar dat kan perfect ook op een 2/3 uitsnede, op een rechthoekig formaat bepaald worden. Je deelt zowel verticaal als horizontaal deel je beeld in 3 stukken. En die lijnen kruisen elkaar. En die punten, die 4 punten, zijn zogenaamde interessante punten. Dus dat betekent, als je een onderwerp hebt, dan kun je dat onderwerp, dus pak hier nu die koala, heel bewust pal in het midden van je beeld zetten. Bij vierkant formaat is dat denk ik zelf zeer interessant. Maar bij een rechthoekig formaat is het soms interessanter om je hoofdonderwerp juist op een van die punten, dus een klein beetje meer naar links of een klein beetje meer naar rechts, in beeld te gaan zetten. Nu, dit voorbeeld opnieuw is niet zo interessant, omdat als die koala hier staat en die kijkt naar daar, dan zou ik die eerder hier gezet hebben dan deze kant van het beeld. Waardoor dat je ook nog iets kunt meenemen van het onderwerp wat die koala hier aan het fotograferen is. Dus in dat opzicht is dat beeld een klein beetje ongelukkig gekozen. Zoals dat je kunt in rechthoeken gaan verdelen, kun je eigenlijk ook in diagonalen gaan verdelen. En dan heb je de vanzelfsprekende diagonaal van de ene hoek naar de andere hoek van je beeld. En dan diagonalen die daar loodrecht op staan. Maar je hebt ook hier opnieuw heb je ook een diagonaal die zo loopt. En die diagonaal kun je ook gebruiken bijvoorbeeld in een landschap als je een rivier hebt, dat die rivier hier zo schuin wegloopt, of een weg. Vergelijkbaar met de snijpunten hier van de regel van 3 heb je hier ook snijpunten. Dus die elementen kun je gebruiken om een beeld interessant te componeren eigenlijk. Hier zie je bijvoorbeeld een verdeling van een beeld, dan heb je hier... Als je, hier kun je die verdeling in 3 gaan visualiseren. Maar je hebt ook die schuine lijnen hier. En ook hier een schuine lijn, hier een schuine diagonaal in feite. En dan is het van belang om als fotograaf... En dat vind ik hier eigenlijk van compositie. Als we het over compositie hebben, vind ik dit eigenlijk het belangrijkste punt. Dat je een balans vindt. Dus dat je een balans vindt tussen uw lijnen... Maar ook de vormen, hier heb je een ronde zon, je hebt wolkjes, je hebt een rechte weg of een kronkelende weg. Je hebt vlakken, je maakt sowieso vlakken. Je maakt eigenlijk van een driedimensionale wereld, maak je een tweedimensionale wereld op foto. Dus wat je overhoudt, zijn vlakken. En die vlakken hebben bepaalde vormen, maar die hebben ook kleuren. Dus het is ook van belangrijk om tussen kleurenbalans te vinden. Het geel, het blauw, het groen. Ook textuur hebben bepaalde vlakken, dus je kan asfalt hebben, je kan gras en zo verder. Ook kun je contrasten en balans vinden tussen die verschillende texturen. Kleuren had ik al gezegd, radiobalans is denk ik wat ze bedoelen met de diagonalen. Vormen had ik al besproken en dan licht en contrast. Ja, contrast, weinig of veel contrast en licht. Dan hebben we het over dynamisch bereik, dus in dit geval zal je hier bovenaan heel felle kleuren van de zon en van de lucht hebben. En iets donkerder schaduw ook zie ik hier van de grond. En het is eigenlijk
als fotograaf is de grote kunst bij het maken van een compositie van een evenwicht te vinden tussen al die elementen, waarbij dat het uiteindelijke beeld de spreker de kijker aanspreekt. En daar zijn verschillende trucs voor, zoals wat ik hier zei, die regel van 3 en die diagonale. Maar zo zijn er nog veel meer. Je hebt ook vraag en antwoord waarbij dat bijvoorbeeld, stel dat je hier, dat was hetgeen wat ik hier besprak, als je die koala fotografeert, dan creëer je door die koala die naar daar fotografeert, de vraag bij de kijker van, maar wat fotografeert die koala eigenlijk? En dan kun je daar als fotograaf ook mee in die foto het antwoord gaan steken door die koala hier in beeld te zetten en het onderwerp wat die fotografeert daarnaast, dan krijg je een vraag en antwoord in je foto terug. En zo zijn er tal van tips. Je kan over compositie kan er enorm veel geschreven en gezegd worden, dus zelfs over compositie zal ik ook later nog een afzonderlijk filmpje maken, denk ik, waarbij dat ik veel meer bespreek dan die basis. Maar ik denk wel, qua basis is dat wel zeker interessant dat we aan de ene kant spreken over, dus om samen te vatten, over uw lens, de keuze van uw lens, de keuze van uw sensor of filmoppervlak medium. En dan het bepalen van de elementen die in beeld komen. En dan als laatste, naast de elementen, ook goed te kijken naar alles wat in beeld komt, om te zien wat er een balans is of juist een werking, een vraag en antwoord tussen de kleuren, de oppervlakten, de vormen, het licht en dergelijke meer. En daarmee zijn we eigenlijk aan het einde gekomen van deze infogram. Hier zijn op het einde nog een aantal links geplaatst die ongetwijfeld interessant zijn. Ik heb ze niet allemaal bekeken. En opnieuw reclame voor de e-book. Dus ik ben blij dat we erdoor zijn. Het was vrij veel, maar ik zeg het, we zijn erdoor. We hebben de 3 belangrijkste punten er kunnen afzonderlijk uit filteren vrij uitgebreid kunnen bespreken. Qua belichting hebben we al heel veel filmpjes online gezet, dus daar denk ik niet dat we nog direct iets over zullen zeggen. Qua instellingen valt er nog veel te vertellen, daar zullen er zeker nog filmpjes over komen, maar het zal niet over opnamestanden gaan, het zal ook niet over lichtmeting gaan. Het zal eerder over andere bijkomende instellingen gaan, dan denk ik aan bijvoorbeeld instellingen voor video. Dat is nog niet aan bod gekomen. En dan het laatste punt was compositie, daar is nog heel weinig over gezegd over deze filmpjes, daar kom ik zeker nog op terug. Bij deze bedankt voor jullie aandacht en tot de volgende.